vandaag te gast bij BC De Dijkrakkers. Ik ben heel benieuwd, dus we gaan kijken. Ja, als een prins gaan we drinken. Ja, in het prins zonder los. Ja, als een prins gaan we klinken. Met een scepter in de hand, ja, van mijn zweet door in de boos. We staan hier in een bouwschuur. Bij wie zijn we te gast? Ja, we zijn hier bij BC De Dijkrakkers uit het Kleigat. Ook wel de Vendert normaal gesproken genoemd. Dus ja, dit is onze bouwloods. Hier zijn we druk aan het bouwen. En met hoeveel leden zijn jullie? We hebben 25 leden. En ja, meestal beginnen we met bouwen al met een vast clubje van een man of 10. En dan, ja, voor Liefleen wordt dat wat drukker en dan bouwen we steeds meer avonden in de week en dan wordt het steeds drukker, hoe dichter bij carnaval. En ja, soms komen er nog wel eens wat mensen aan bij die voor de gezelligheid langskomen en dan ook wat mee plakken. Dus dat is dan, ja, zat wel gezellige drukte hier. En wat wordt de wagen dit jaar? Dit jaar gaan we een stripclub maken, een carnavaleske stripclub. Ik heb hier ook de bouwtekening bij, dat zal ik wel zo laten zien. Ja, het is eigenlijk de Hollandse versie van de Moulin Rouge. Dus dat proberen we dit jaar te maken. En welke optocht doen jullie allemaal mee? We hebben op zaterdag rijden we in de Vendert, dus in het Kleigat mee. Dan s'avonds in de verlichte optocht van Stand naar Buiten. Op zondag rijden we in Stamperschat. En op maandag in Breda. Dan doen we, in Breda doen we mee in de categorie van de randgemeente. En je zegt ook van verlichte optocht, dus er komen ook nog allemaal lichtjes op de wagen? Ja, klopt. Er zitten er al een aantal op. Er zitten al wat fittingen op. Dus er zijn gewoon voor de gloeilampen. Die gaan knipperen. En verder komen er nog lichtslangen op en wat bouwspotjes. Dus, maar die komen meestal wat later als de wagen verder afgewerkt is op de wagen. En carnaval valt vrij laat dit jaar. Merk je dan dat mensen minder fanatiek zijn? Of is het juist van we kunnen een grotere wagen? Ja, het is wel allemaal wat verder weg, dus het duurt wel wat lang voor de mensen echt ja, met carnaval in hun hoofd zitten. Dat hebben we ook wel gemerkt. Daarom bouwen we ook wat iets kleiner dan voorgaande jaren. Maar we willen daarentegen wel wat afgewerkt hebben, dus wel meer in de details, zodat het wat, ja, wat netter wordt. Dus dat is dan ja, de afweging die we hebben gemaakt dit jaar. Het is hier binnen beter dan buiten. We dansen rond de dansen gaan sluiten.